Yo kijkers van Cracklin Mike, welkom bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we For Honor. Ik ben nog niet zo heel goed in het spel, maar ik probeer mijn best te doen. En ik speel als de handhaver. Ik ben bij de Orochi aan de hoge level, want ik dacht dat dat mijn lievelingspoppetje was. Maar toch bleek het dat ik de handhaver toch iets fijner vond. Dus nu ben ik aan het spelen met de handhaver. En ik hoop niet dat die uitvalt. Want daar staat er heel vaak dat er dan een fout is opgetreden. Dus ik hoop echt op het beste. En ik heb de Gold Edition. Ik ben er niet echt heel tevreden mee. Want eigenlijk het enige wat je nieuw krijgt is krijg je eigenlijk alleen maar effecten. En je krijgt een poppetje. En je krijgt een nieuwe poppetjes. Die moeten er nog aankomen. Die krijg je een week eerder. Ja, en je krijgt nog gratis kist op het begin. Het kost 40 euro duurder dan de normale edition. Het is het eigenlijk niet zo erg waard. Dus als jullie het spel willen, moet je gewoon een normale editie kopen van 50 euro of zo. Oké, we gaan beginnen. Ik hoop echt dat er een fout opgetreden is. Anders ga ik weer echt flippen. Dus, kom op. Oh, hier kan je elkaar in die dingen duwen. Oh nee, dat is niet hier. Oh god, hoe doen mensen dat? Ik snap het echt niet. Oh nee, het gaat toch niet weer gebeuren. Oh nee, godsamme. Zo, ik heb de eerste tegenstander gedood. Ik heb echt weinig levens. Dus gewoon met dit schild alsjeblieft. Oh, kom op. Nee toch. Ik heb wel zo weinig levens. Gunt hij met schild niet. Hé, hey, we hebben al gewonnen. De eerste ronde. Hé. Kijk, dit krijg je nu. Dan krijg je een zonnestraal. Je hebt er nog meer. Die je dan unlocked krijgt. Maar daar moet je wel 5000 munten voor betalen. Deze kreeg je gratis gewoon bij de Gold Edition. Oké, ronde 2. Tegen de Berserker. Oh, hij gaat rennen. What the fuck? Oh nee, kom op. Oh nee, iemand heeft de sessie verlaten. Ik hoop dat er nog genoeg spelers meedoen. Yes. Dan wordt hij vervangen door een bot. Zo, die valt snel aan. Hoe dan? Nee! What the fuck? Ik heb niet de kans om iets te doen. Dat poppetje is overpowered. Die wil ik ook eens een keer uitproberen. Hoe snel die wel niet sloeg. Hij is zo pam, 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 pam. En ik was dood. Ik kon niet eens iets doen. Gelukkig heeft hij me niet geëxecuteerd. Dus daarom kunnen mijn teamgenoten me nog levend kunnen. Dan kunnen ze me nog reviven. Maar we hebben weer gewonnen. Dit is de laatste poppetje nog over van hun. En 3, 2, 1. Gewonnen. Hoppa. Boom. Kijk, hij heeft ook. Hopsakee. Ronde 2. Wij zijn echt heel goed, dus ik denk dat er echt heel veel mensen gaan quitten. En dan zijn er daar te weinig spelers om mee te doen. Maar dit poppetje vind ik echt heel fijn om mee te spelen. Hopsakee, die is down. Oké, nu ga ik mijn teamgenoot helpen. Maar we hebben toch alweer gewonnen. Ons team is zo overpowered. En ik merk echt dat ik beter ben geworden. Want ik speel echt een hele...
Wap, 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 wap. Vol. Ja. En we hebben al gewonnen. Dit was echt een heel makkelijk potje. We gaan nu door naar het volgende potje. Ik hoop dat we die ook weer heel snel kunnen. Kijk, ik heb iets unlocked. Ik hoop dat die beter is. Het is niet beter, dus. Ik ben gereed voor het volgende potje. Ik hoop dat mensen ook nog een potje willen spelen. Ik denk niemand. We hebben ze echt heel dik ingemaakt. Ze waren ook niet echt heel goed tegenstanders. Ons team was heel goed. Oh nee. Kijk, iedereen verlaat al de sessie. Dus dat betekent dat we, denk ik, ik weet niet of we nou nog genoeg hebben voor een potje. Nee, zie je? Waarschuwing. Er zijn te weinig spelers om het te spelen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik denk niet dat die echt heel lang is, maar om nu nog een potje te gaan doen. Want dat laden duurt 5 minuten en dat heb ik niet meer. En dan wordt de video te lang. En dat, want daar kunnen wij niet filmen, dan weten wij niet hoe dat moet. Dus dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik later!